Ik had nooit gehoord van slaat dit op water. Ik heb zelf 10 jaar in het Westland gewoond, dus ik weet wel wat van de tuinbouw. Maar juist dit is weer een hele leuke ontwikkeling, waarbij je ook gewoon iedereen heel makkelijk kan uitleggen dat dit echt een innovatie is. En dat Nederland hier zich mee enorm internationaal kan profileren. Nou, ik vind dat hij heel bevlogen is. Maar wat ik ontzettend knap vind, is dat hij zoveel uithoudingsvermogen heeft. In de vorm van dat hij al een aantal jaar geleden met dit project begonnen is. En nou, het project kent natuurlijk ook tegenslagen, maar dat je erin blijft geloven en gewoon doorwerkt naar dat ene eindresultaat waar hij heilig in gelooft. En dat vind ik echt een voorbeeld. In heel veel systemen worden deze plantjes direct in het water gezet. Wij drijven hier boven het water. Daardoor ontstaat er een goede verhouding tussen lucht en water in het potje. Voor sla is dit interessant, omdat bij sla het bewerken van de grond, de ruimtebenutting en de arbeid die erin zit, interessant is om dat anders aan te pakken. Nou, voor dit project zijn wij in samenwerking aangegaan met de diverse andere spelers in de glastuinbouw. En om die samenwerking te onderbouwen hebben we een subsidie aangevraagd bij de overheid. En Dinova heeft ons geholpen om die subsidie aan te vragen en dat goed in te dienen. Ik ben wel heel erg blij dat we Dinova kennen en dat we daar al jaren samen mee werken. Want een bedrijf die al jarenlang weet wat wij aan het doen zijn en ook aan de andere kant de regelgeving en de wetgeving kent, kan je wel heel mooi samenwerken. Er zijn twee manieren van geslaagd zijn. Voor mij is het al geslaagd omdat we echt een sprong hebben gemaakt in teeltkwaliteit. Dus ontwikkeltechnisch hebben we een enorme sprong gemaakt. De volgende manier van slagen voor mij is dat we gewoon in elk continent van de wereld liggen.